Het inbrekersseizoen is begonnen. Steeds meer mensen nemen maatregelen om hun huis beter te beveiligen. In studentenhuizen valt de beveiliging nog vaak tegen. Elk jaar wordt er echt heel veel ingebroken in studentenhuizen. In heel veel huizen, want mensen zijn op vakantie. Studentenhuizen hebben nog een extra probleem. Dat is namelijk dat studenten niet zo heel erg oplettend zijn. Kijk maar hier aan dit raam. Ja, ik kan dit zo openschuiven en ik ben binnen. En dat is maar de vraag. Ik zie wel een licht branden. Maar er is niemand. Dus als ik daar een laptop zie staan, ik ben binnen ongeveer 30 seconden weer terug. En hij is zijn laptop kwijt, of zij. En als we naar de voordeur kijken, dan is dat een slot die er tamelijk stevig uitziet. Het is namelijk van staal, dus dat krijg ik er niet zo makkelijk af. Maar de cilinder, hè, waar de sleutel in gaat, die ligt open. Wat een beetje inbreker doet tegenwoordig, is daar een schroef in draaien. Ze hebben een koevoet bij zich. Dan kunnen ze trouwens ook dat raam mee open doen als die niet open staat. Want dan rikken ze hem open. Ze zetten die koevoet onder die schroef en trekken deze cilinder kapot. Nou, dan heb je een bouwsleutel en je bent binnen. Nou, als ik als inbreker niet de cilindertrekmethode wil gebruiken, maar ik denk van, nou, ik heb een hele grote kans dat die deur niet op slot is, dan ga ik met mijn stukje plastic hier tussen het kozijn en de deur in en ik druk de... Ja, daar is die. Ik druk dus de dagschoot die hier zit, dat schuine stukje, druk ik open. Ja, en ik ben binnen. Ik kan mijn gang gaan, want ik geloof dat er niemand binnen is. Inbrekers komen natuurlijk niet altijd via de voorkant. Deze achterdeur is keurig op slot. Maar een beetje lenig inbreken is daar natuurlijk zo overheen. Dus dat is geen barrière. De barrière die zit daar in de achterdeur. En zo te zien is dat dus ook geen barrière. Hier wordt het me wel heel erg makkelijk gemaakt. Er zit zelfs al een sleutel in de achterdeur. Dat is alleen een kwestie van omdraaien en naar binnen. Maar zelfs als dat niet zo het geval zou zijn. Dit is aluminium beslag. En hier zie je een schroefje zitten. Nou, ik ga als inbreker heus dat niet losschroeven. Ik doe dat wat meer geweld. Ik pak een schroevendraaier. Ik zet hem hier tussen. En ik wrik zo in één keer dit aluminium beslag, wat slap is, zo omhoog. Met een bouwsleutel ben ik daar zo binnen. Ondanks de slecht beveiligde ramen en deuren zijn de studenten nooit bang geweest voor een mogelijke inbraak. Ik moet zeggen dat wij ons altijd best wel veilig hebben gevoeld in deze buurt. Dus, en eigenlijk nog steeds. Recent is geprobeerd mijn fiets voor te stelen. Dus daar zijn we even van geschrokken. Dat was wel denk ik een wake-up call voor ons. Maar gelukkig had de buurvrouw aan de overkant heel attent gereageerd. Die is naar buiten gerend en ik denk van de schrik zijn de dieven toen... Het hazenpad genomen en toen heeft de politie mijn fiets meegenomen. Dus dat is heel fijn. Dus ik heb een fiets nog, gelukkig. Maar het was wel even schrikken. We proberen onze ramen wel open te doen om ook een beetje door te luchten. En ik denk, ja, je moet er wel op letten als je de deur uitgaat dat je je ramen dicht doet en dat je de deur op slot doet. Maar doen jullie dat ook altijd braaf? Als ik heel eerlijk ben, dat denk ik niet. Ik denk dat we daar beter op kunnen letten. Zeker met de ramen. Die laat ik nu wel eens open als ik dan snel naar de supermarkt ga. Dan denk ik, kan het lekker doorluchten. Maar eigenlijk zou je op dat moment hem ook dicht moeten doen natuurlijk. Ik geloof niet dat er heel veel van waardevols ligt. Of dat het echt de moeite waard maakt om hier naar binnen te klimmen, zeg maar. De studenten gaan nog met de huisbaas in gesprek over extra veiligheidsmaatregelen. We hebben natuurlijk vandaag wat tips meegekregen. En ik denk dat er nog wat andere punten zijn die we met de huisbaas zouden kunnen bespreken. En het zijn denk ik vrij simpele ingrepen om toch wat meer veiligheid te creëren. Dus ik denk dat dat wel een goed idee is. Staal heeft nog wel wat tips. Mensen denken dat ze een heel stevig slot hebben. Dat hele stevige stalen slot, denken ze, nou, ik draai hem ook nog eens een keer 2 keer op slot. Dat is echt helemaal goed. Maar ze hebben geen cilindertrekbeveiliging. Ze kunnen hem dus met een koevoet makkelijk de cilinder breken. Nou, dan moet je dus dit soort beveiliging hebben. Dit is cilindertrekbeveiliging. Hier gaat je sleutel gewoon in de cilinder. Maar dit plaatje zorgt ervoor dat die cilinder er niet uitgetrokken kan worden. Dus ja, cilindertrekbeveiliging. Zo'n beslag daar op de deur kost waarschijnlijk iets van €80.